Welkom iedereen bij weer een nieuwe video. Vandaag gaan we een iets andere video dan doen dan normaal. Dit is ook even een extra videootje. Zoals jullie zien wordt hij niet op zaterdag 8 uur 's avonds geüpload. Zoals altijd al mijn andere video's worden geüpload. Om dat tijdstip. Wat ik wil laten zien is een klant van mij die PR's gaat zetten. Zijn doelstelling was sterker worden. Met dat gezegd te hebben. Hij traint ook met een belt in deze video. Normaal gesproken doen we dat ook niet. Want dat heeft een beginner, want dat is hij in principe. Heeft dat eigenlijk nog niet nodig. Hij traint hier nu plus minus 11 weken. Dus is net iets korter dan 3 maanden. Straks krijg ik een introotje waar hij nog wat meer vertelt. Ja, gewoon in mijn ogen gewoon een fantastisch resultaat. Daarbij komt ook nog, hij krijgt deze training van mij gratis. Dat leek me niet meer dan logisch. Weet je, jullie kunnen hem allemaal zien op internet. De camera die kan best wel afleiden voor sommige mensen, die vinden dat niet altijd even fijn. Daar wil ik hem sowieso ook nog wel voor bedanken. En vinden jullie vast ook wel leuk om wat meer over mij en wat meer over ons te zien. De doelstelling was, zoals ik zei, sterker worden. En naarmate wij eigenlijk een maandje aan het trainen waren, dachten we, Oké, laten we eens even een tussendoor doelstelling hebben in plaats van alleen maar sterk worden. Dus we hebben gemikt op een 300 total. Dus dat komt neer op een squat van 115 kilo, een bench van 65 kilo en een deadlift van 120 kilo. Voor iemand van plus minus kan er iets wat naast zitten, maar ongeveer 87 kilo. En in nog minder dan 3 maanden vind ik dit gewoon een geweldig resultaat. Of die het haalt, dat gaan jullie natuurlijk zo zien. En dan als laatste puntje, hij doet niet mee aan een powerlifting wedstrijd, want dan worden inderdaad de lifts niet goedgekeurd. Dat zie ik ook, voordat mensen een beetje boze reacties gaan neerzetten, zeg maar. Maar dat wil niet zeggen dat dit nog steeds een slechte prestatie is of iets dergelijks. Het is gewoon een supergoede prestatie in mijn ogen. En normaal gesproken trainen we ook natuurlijk altijd met een goede houding. Altijd met een juiste houding. Maar iedereen die wel eens een PR-poging heeft gedaan, die weet van, Oké, het is eigenlijk onmogelijk om nog met een perfecte vorm te trainen. Want als je altijd met een perfecte vorm traint, dan rijd je dus ook nooit tot het gaatje. De jongen gaat nu even plus minus 50 seconden wat inspreken, wat vragen van mij. En daarna gaan we gewoon kijken hoe ver die kan komen. Komt-ie! Jij bent Remco. Yes. Je kwam hier plus minus 3 maanden geleden sporten. Ja. Had je daarvoor ooit wel eens gebankdrukt, gesquat, gedeadlift? Nee, bijna niet. Eigenlijk helemaal niks. Überhaupt al ooit eens aan fitness gedaan? Wel af en toe een paar keer in sport geweest, maar dat vond ik gewoon niks. Want ja, geen goede training. Oké, en je doel was, een van je doelen was sterker worden? Ja. Nou, zoals gezegd, dat was ongeveer 3 maanden geleden. Hoe voelde je 3 maanden geleden? Ja, veel minder fit als nu. Ja, dus dat was de volgende vraag, hoe voel je nu? Ja, veel top, echt super. En dat is mooi, en stel je voor, andere mensen zien dit filmpje en die twijfelen of ze hier willen komen trainen. Wil je wat tegen hun zeggen? Of zeker een aanrader, moet je echt doen. Geweldig. Dan gaan we kijken wat je kan. Yes. Dan gaan we gewoon beginnen. Lekker. Hoe heb je gegeten vanochtend? Nog op je honden? Veel. Gewoon veel. Ben je van 8 uur wakker? Ja. Heb ik 2 graden goede morgen op? Ja. Ben je klaar? Ben je geslapen? Echt? Dat is onze voorbereiding. Toen ben ik weer wakker. Ja. En toen ben ik zijn foto aan. Hij is gewoon een speciaal naar bed gegaan. Ja, nee, ik heb wel geslapen. Kijk, dat noem ik voorbereiding. Dat hoor ik graag. Krijgt u van mij Ladel. Mooi. 80 aan gewichten. Dat is al 97,5. Je moet 97,5 aan gewichten hebben. Ah ja, dat maakt 115. Goed. Hoe voelt dat? Qua te doen. Intensiteit. Dus een cijfer mag geven, plus minus. 7. 7. 5 erbij. Dus, hij is zwaar. Eentje. Goed zwaar, yes, eentje. Hoor, easy. Easy. Je zag het uit. Ja. Mooi. 2,5 links, 2,5 rechts. Probeer het gewoon. En dan neem je daarna zoveel rust uit als dat je nodig hebt. Dan gaan we het proberen.
95. Ja. 112,5. Zit je 2,5 van het boel vandaan. Misschien kunnen we hier wat op pikken. En dan kunnen we eens kijken of we 300 totaal kunnen halen. Gaan we doen. Gaan we doen. Gaan we doen. Gaan we doen. Goed. Kijk eens, easy. Hoe voelt dat? 8, zoiets? Nou, niet eens denk ik. Niet eens? 5 erbij. Prima. Prima. Nice. Jan de breed uitstappen straks. Als je terug loopt. Ja? Ja, dat is goed. Wat is dat hier? Yes. Dat wil nog wel eens gebeuren. Soepeltjes! Soepeltjes! En we zitten erop over! Lekker! We zitten erop over! Ga door! Wat denk je? Hoe voel je? Hoe voel je het qua? Ik denk dat 5 bij ja? Net te veel is. Of het zal omhangen, denk ik. Dus het is net wel, net niet. Goed, omhoog. Yes! Heerlijk! Dat was aardig naadje, denk ik. Ja! Moet je dat goed proberen? Ja? Is goed, denk ik wel. Die zal er heel erg op gaan hangen. Dan plus een half. Ja. Neem je tijd. Vind je, mag voor mij echt de weg wel 3 tot 5 minuten zijn, sowieso wel. Ja. 125. Bam! Ik vind dat mooi nummer. Ja! Hij is er nog niet, maar. Die 122,5 is er al. We gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon doen. 125 zitten we 10 boven doel. 25 is gewoon een lastig mooi nummer. Dat gaan we gewoon halen. Dat gaan we sowieso halen. Gaat lukken! Door. Yes! Oké. Lekker! Dat is een aardig naadje. Max. Ja, dat is een sowieso. We gaan door. Zo heb ik het nog gehad. Nee. Heerlijk! Nou, 125. Ik doe die 3 maanden niet. Dat dacht ik al. Niet helemaal volgens de regels, maar omhoog is omhoog. Dat sowieso. 125. We hebben 10 winst. Lekker. Yes. 2 dingen waren we straks op bed, dat je die even uit de rek pakken, de schouderbladen maken. Ja, exact. Continu gewoon die benen vuren, die leg drive. Ja. Continu spanning houden en die boven de spanning. Yes. 2 dingen. 1. 2. Yes. Goed. Zwaar? Redelijk, hè? 8 denk ik wel. Schouderspanning eraan. 1. Yes. Yes, duwen, yes! Goed! Lekker! Heerlijk! Alright! Deadlift? Ja! Gaan we doen! Ja! Gaan we doen! Ja, dit is een twijfel, hè? Want dit is niet naakje! Nee? Nee! Plus die 2,5 denk je wel. 1,25 van 2 keer. Als kijk je nu naar deze prestatie, ja. Snap je niet waarom ik het 7 niet gehaald heb. Gewoon sprong, je bent gewoon niet gewend. Dat is heel sprong.
Wat denk je dat? Dan. Yes. Duwen. Jammer dit. Maakt niet uit. Hij is zwaar. Jammer dit. Je op de grond en een heupen naar voren. Wat je wil. Doe er nog eens één. Ik denk nou aan jouw tips. Ik doe me alles anders, hè? Ja. Ik denk nou aan jouw tips. Ik doe me alles anders. Ja. In principe. De eerste twee zag ik dat je doet te veel met, dan kom je terug pas laag omhoog. Dus je knieën gaan eerst lock-out en dan dit. Okay. En als ik zeg van, trek jezelf de grond in, doen de mensen weer dit. Oh ja. Weet je wel, in plaats van het omhoog tillen, dan denken mensen hier aan. En de grond in trekken, dus meer dit. Dus op het moment dat je meer dit doet, komen je knieën en je heup, zeg maar, tegelijkertijd tot lock-out. In plaats van lock-out, lock-out. Ja, precies. Dus daarom denk ik dat. Ben je bol positie en dan trek je je rug recht. In plaats van dat je dit doet, in plaats van dat je nu weer een bolle rug, in plaats van dat je rug recht trekt, dan moet je zijn borst erop maken, schat maar aan koe, doe je door je rug recht trekken, doe je dit. Ah ja. En dan start je en dan verlies je hier ook kracht en dan moeten we nog gaan. Ja. Is goed, als je hem zo houdt, spanning brengen, kick uit de bar en go. Door. Ga je halen. Beter. Goed. Dat is naadjes. Heerlijk. Dat is echt naadjes. Heerlijk. Ik wil wel zeggen, we hoeven denk ik die 120 niet meer te proberen. Nee. Dat is goed, man. Dat is goed. Ja, dat is echt bizar zwaar. Ik denk, hij heeft hem. Echt naadje. Ja, de squat, een deadlift. Ja. Vandaag heb ik echt nog nooit zo zwaar gehad, zeg maar. We spelen natuurlijk altijd met mijn limiet. Ja. En heb ik ook wel vaker een naadje gehad. Ja. Maar nooit zo. Nee, nou is het echt. Nooit zo nauw als nu, zeg maar. Zeg ik, 3 oefeningen achter elkaar. Dat is echt killing. Weet je wat dat bij elkaar maakt? In plaats van de 300, 310. Nice. Laat er niks meer aan de toeval over. Nice. Je zit er met 10 kilo overheen. Ah, oh, ik ben kapot nou, man. alles trilt. Ja. Holy fuck. Helemaal leeg. Ja. Helemaal leeg. Fuck. Dat is niet zo gek ook. Dat is echt van de volgende, toch? PR-pogingen. Dat breed je helemaal. En ik ben dik tevreden. En trots. Dat gebeurt niet vaak. Ja, ik ook. Ik vind het echt kicken. 3-10. Ja, kom maar aan. Nice, man. Nice.